In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power in Kerstsfeer. En vandaar dat het koor ook gaat zingen God Rest You Merry Gentlemen. En Wes Beat zingt een a cappella lied. En Bobby Schuller spreekt over een onderwerp wat heel bijzonder is, dat elke droom zijn prijs heeft. En daar wil ik over praten met de gast van vanmorgen, dat is Paul Blokhuis. Hij is staatssecretaris voor volksgezondheid, welzijn en sport. Paul, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja. Wat is het leukste? Volksgezondheid, welzijn, sport van die drie? Sport is het leukste, maar het zit niet in mijn portefeuille. Nee. Nee, het is alle drie heel belangrijk en het heeft ook echt samenhang. En ik vind de welzijnskant, waar ook preventie in zit, het voorkomen dat mensen ziek worden. Denk aan leefstijl, vind ik wel heel mooi om daar veel aandacht aan te besteden. Ja. Dat hebben we in Nederland veel te weinig gedaan en dat zie ik als een van mijn taken. Ja, maar daar gaan we straks over praten, over niet roken, niet zoveel drinken, heel gezond leven. Maar Bobby Schuller gaat praten over dat elke droom zijn prijs heeft. Heeft die voor jou een prijs? Ja, als je veronderstelt dat het staatssecretariaat zelf een droom is, dat is al een veronderstelling. Ik vind het best wel een pittige klus. Je moet ook best wel veel kritiek kunnen dulden en even plat gezegd haast een masochist zijn om dit te doen. Want je krijgt zoveel ellende over je heen. Tegelijkertijd is het ook zo mooi en dat blijkt ook. Ik ben nu 2 jaar bezig om God hiermee te dienen en je naaste. Daar gaan we zo meteen over. Dat ik dat heel gaaf vind. Ja. Ja. We gaan naar Californië, naar Shepherd's Grove. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And welcome, church family. We are so grateful for you and to have you here with us. We love you. And today, may you know that no failure has to truly be a failure. It can be a learning experience. And if you've had a learning experience recently, do not give up on your dream. You are now more experienced than you have ever been. Take a breath and try again. Amen. Let's pray together. Father, we thank you and we love you. We just thank you for Jesus. Thank you that into a very dark, hurting, suffering world, finally, Christ was born to lead us into the kingdom of God. Thank you that ever since then, the kingdom of God has been present around us and in us who believe. And we pray that today you'd help us be clothed in Christ and in hope and joy and compassion and love. We thank you, Lord, for all you've given us, and we trust in his name. Amen. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I. Come on, Lord, give us your love.
we turn to a time of prayer together. Would you join me? Gracious God, this morning we approach you, the God of peace, through your Son, the Prince of Peace. And we pray for that peace, your peace, in our world. May your peace be present here in this place and in the homes of those watching on this broadcast across the world. Tie us together as your family. Bring peace to every relationship any of us are part of. Marriages, parents with children, colleagues in the workplace, neighbors with neighbors. And as we hear your word of peace from the scriptures, anoint Bobby with your spirit that we might hear your message spoken into our hearts and lives. Amen. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Oh, when I was a seeker, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and he showed me. Westfeet, it is such a treat to have you here. Thank you. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Isaiah 11. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips, he will slay the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. The wolf will live with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. The cow will feed with the bear. Their young will lie down together. And the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den.
and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain. For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. In that day, the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will rally to him, and his resting place will be glorious. It doesn't matter how much you've been cut down, child of God. The Lord can raise up something incredible. Amen. Joy to the world, the Lord has come. Vreugde voor de wereld, de Heer is geboren. Paul, staatssecretaris in een kabinet waar van alles zit. Gelovigen, ongelovigen, ja. Mensen die zeggen ik heb niks met kerst en ik heb alles met kerst. Maar jij zegt, geloof is mijn drijfveer. Ja, dat klopt. En dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Dat weet heel Den Haag wel. Ja. Ja. Dat ben ik gewoon. Ik ben een gelovige. En als ik 's morgens naar mijn werk ga, dan laat ik het geloof niet aan de kapstok hangen. Maar ik zie het eerlijk gezegd ook niet als een juk. Ik associeer het geloof meer met ontspanning. Zo? Ja. Hoe ontspannen is het dan? Nou ja, we komen natuurlijk uit een traditie van eeuwenlang. Het Calvinisme van gij zult, gij moet, gij moet. En ik denk dat wij wel geleerd hebben dat ontspannen en genieten van het leven per se niet verboden is. En ik denk zelfs dat het heel goed is als je op die manier aan jezelf denkt en God daar dankbaar voor bent. Ja. Laten we even naar het gezin Blokhuis gaan waarin je opgroeide. Ja. Vader dominee. Ja. Mijn vader is een vrolijk gereformeerde dominee geweest. Als hij heel blij was, dan dankte hij God. Als hij heel boos was, dat hij ook daarbij in wanhoop naar God riep. En dat vond ik wel heel echt. Ja. Daarom kon ik als kind wel zien van, dit geloof is echt. En ook van mijn moeder. Ik vind het heel mooi als je bent gewoon een geluksvogel als je ouders hebt die het op die manier voorleven. Ja. Wat heb je van je vader geërfd? Nou, wat ik van mijn vader geërfd heb, en ik heb nog een paar broers, die hebben dat ook wel. Een aardige klap van die Molenbeekse enthousiasme. Enthousiast een verhaal vertellen. Mijn vader was een predikant. Mijn tweelingbroer Frits dat ook. Nou, Leo, de popprofessor. Wij hebben allemaal wel gemeen dat wij... Ja, laten we even over hebben. Want, ja, Leo Blokhuis, daar ben je natuurlijk mee in competitieslag, hè? Wie het meest op televisie is. Alsjeblieft niet, zeg. Nee. Oh, nee? Nee. Nou, mensen zeiden al gelijk toen ik staatssecretaris werd van, oh, jij was steeds het broertje van, straks wordt Leo de broer van. Ja. Geen enkele ambitie en we grappen er wel eens over. Hey, yo, en bedankt, hè, broertje. Een gezin van 8 kinderen. Ja. Mooi gezin. Ja, ik heb daar alleen maar warme herinneringen aan. En wij hebben hele mooie, warme gesprekken ook als kinderen. Na het overlijden van onze beide ouders, toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we ook eens met elkaar gedeeld, met z'n achten. Hoe heb jij het nou thuis beleefd? En dat vond ik wel een bijzondere gewaarwording. Want er zaten er een paar bij dat ik dacht van, was dat ook in ons gezin? Dan hoor je wel een bepaalde invalshoek, een perceptie die je zelf niet hebt meegekregen. Ja. Maar heel mooi en warm en ik heb echt heel warm contact ook met allemaal. Ja. Je begon als voorzitter van de jongerenclub van de RPF, de ChristenUnie. Zat dat altijd al in je, ik wil die politiek in? Ja, ik was een jongetje van 8 jaar en toen woonden wij in het dorp Wezep op de Veluwe. En toen vroeg ik aan mijn vader op welke partij heb je gestemd. En in diezelfde periode vroeg mijn tweelingbroer Fred, die dominee werd, pap, weet je ook wat er gebeurt met mensen die niet in Jezus geloven? Die is dominee geworden. En ik denk wel dat mensen talenten hebben en interesses die niet toevallig zijn. En ik vind het sowieso macro gezien bijzonder dat mensen vaak op een plek komen waarvan ze zeggen, ja, hier kan ik mijn talenten benutten. En dat niet iedereen in de politiek wil bijvoorbeeld. Of niet iedereen in de zorg. Heb je het gevoel dat dat allemaal bestuurd wordt? Dat God iedereen kent? Ja. En ik geloof er heilig in dat hij die macht heeft om dat allemaal in handen te hebben. Ik hoor mensen die gelovigen zijn opgevoed, die het geloof hebben losgelaten vanuit gedachte, ja, er kan toch niet een macht zijn die dat allemaal maar in handen heeft en elk individu kent. Nou, ik denk, God kent iedereen. En dat is juist het bijzondere. God heeft dimensies waar wij niet bij kunnen. Wij kunnen de hoogte, de breedte en de diepte peilen. Die 3 dimensies kunnen we nog pakken.
één dimensie erbij en waken af. Ja, ik kan oprecht jaloers op God worden dat hij de dimensiteit, dat hij geen rol voor hem speelt. Dat ik zie uit naar de tijd, dat is dan geen tijd meer, maar de periode dat tijd helemaal er niet toe doet. Ja. Mag ik dan op een onderwerp komen wat voor jou misschien wel het moeilijkste is in je leven? Het verlies van je dochter Julia. Wat is er gebeurd met je dochter? Julia is bezweken aan een auto-immuunziekte, antifosfolipide, een hele zeldzame ziekte. Zeker de variant die zij had, de catastrofale variant. Ze kreeg een pijnlijk oog begin 2018. En wij dachten ontsteking bij de oog. Ze kreeg prednison. En samenvallend met de prednisonkuur kreeg ze enorme terugslag. In 4 dagen was ze overleden ten gevolge van het dichtslippen van alle aderen. Dus haar hersenen werden, de toevoer van zuurstof naar haar hersenen werd gestopt. De hart. Ze heeft een paar hartinfarcten en herseninfarcten gehad. En wij bleven tot het laatst hopen en bidden. Psalm 91, mijn toevlucht. Echt heel mooi samen zijn ook met het gezin. Ja, we zaten gewoon weg. Glijden en dat was echt verschrikkelijk. Ontzettend lief meisje, heel mooi meisje. En God had een ander plan. Of hij heeft in ieder geval niet voorkomen dat ze is overleden. Hoe bedoel je dat? Die macht heeft hij wel. Ik ben er van, ten diepste van overtuigd dat God kan ingrijpen. En dat er ook hele bijzondere genezingen plaatsvinden. Ja. Tot de dag van vandaag. En bij Julia is die uitgebleven, terwijl we er wel om gebeden hebben. En bij diezelfde God zoek ik nu ook troost. Maar mijn geloof heeft daar geen millimeter onder geleden. Ik geloof rotsvast erin dat Julia veilig is bij God. Elke dag huil ik om Julia. Elke dag? Ja, elke dag. Ja. Ik heb op mijn mobieltje de foto van Julia staan. En als ik hem open, dan zie ik die foto. En meestal kan ik dat aan. Ik ben wel eens naar mijn werk gaan dat ik de foto zag. Dat ik dacht, de papa wint het van de staatssecretaris, wegwezen hier. En als ik bij haar graf sta, dan vind ik het echt ook heel moeilijk me voor te stellen. Ik heb haar kist daarin zien zakken. Die hebben we zelf laten zakken als gezin. Je stopt je kind onder de grond. En je hebt ondertussen wel het rotsvaste geloof dat als Jezus terugkomt, dat je haar weer een knuffel mag geven. En dat, het is wel heel moeilijk om daar iets bij voor te stellen. En ik hou me er wel aan vast. Sterker nog, ik geloof er rotsvast in dat het gaat gebeuren. En tegelijk, dat geeft ook de dimensie mee. Het is heel apart. Ik vond oud worden niet heel fijn. Zoiets van, ik ben 56 sinds kort. Dat is best wel oud. Sinds we afscheid hebben moeten nemen van Julia, heb ik zoiets van, elke dag die ik er nu bij krijg is een dag dichter bij Julia. En ik kan er niet op wachten om haar te zien, dus laat die dagen maar voorbij vliegen. Wauw. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat had ik ook niet, Jan, maar daar betrapte ik mezelf onlangs op. Ja. Als je zelf door iets tragisch gaat, dan word je ook milder voor je omgeving. Je hebt volksgezondheid in je portefeuille. Een zware portefeuille, waarin het ook om heel kwetsbare mensen gaat. Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat best wel een zware verantwoordelijkheid ook. En als ik hoor en zie dat mensen het slecht hebben, dan trek ik me dat persoonlijk aan. Bijvoorbeeld met zwerfjongeren of met mensen met geestelijke stoornissen. En dan denk ik, daar doen we het voor. Die mensen willen we helpen. En dat geeft mij enorm veel energie om mij in te zetten en te praten met gemeenten, met hulpverleners, met cliëntenorganisaties en vooral met de mensen zelf. Ja. Wat kunnen wij doen? Want je gaat ze opzoeken, hè? Ja. Het is niet dat je in dat ivoren torentje in Den Haag... Ik wil zoveel mogelijk bij het maken van mijn plannen ook praten met de mensen om wie het gaat. Ja. We hebben iets als maatschappelijke diensttijd. Ja. Niet een dienstplicht, maar een diensttijd waar jongeren geactiveerd worden om als vrijwilliger zich gedurende een periode, een aantal weken in hun studietijd, zich in te zetten voor de samenleving. Dat is best wel een groots project. Er zit echt een pakket van honderden miljoenen aan. Maar dat maak ik samen met jongeren. Vind ik echt heel gaaf. Ja, maar ik zie dat ook. Ik heb laatst een documentaire gezien dat een aantal jongeren dan in een bejaardenhuis wonen. Dat ze spontaan voor iemand gaan zorgen waarvan je zegt, nou, dat zou je niet zelf uitgekozen hebben. Nee. Maar omdat ze dit doen, verandert hun kijk op de samenleving ook. Dus. Dat is een van de doelen, de onverwachte ontmoeting. Ja. Ook jongeren die niet met elkaar op dezelfde opleiding zitten, maar ook jongeren en de generatie, twee generaties verder, die elkaar normaal niet zouden ontmoeten en nu wel. En bijna allemaal zeggen ze, wow, wat gaaf. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, ja. Dus ik ben optimistisch. Tegelijkertijd slaat de schrik me ook wel eens om het hart. Ik ben verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. Ja, dat aantal is in 10 jaar tijd verdubbeld in Nederland. Een stinkend rijk land. Dat gebeurt overigens in heel West-Europa, maar het is geen excuus. Maar dat moeten we niet pikken met elkaar. Dat vind ik onacceptabel en daar moeten we ons tegen verzetten. Tegelijkertijd denk ik van deze ellende, dat er narigheid is en dat mensen met psychische stoornissen anderen wat aandoen. Ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen, maar we moeten ons er ook bij neerleggen dat zolang Jezus niet terug is gekomen, dat blijft. Zeg je weer wat, hè? Totdat Jezus terugkomt, blijft het een zootje.
Ja, een zootje wil ik niet zeggen, want ik zie het echt als een roeping om er wat moois van te maken. Tegelijkertijd, dat zeg ik ook in zalen met mensen, dan zeggen ze van, nou, die moord in de bioscoop in Groningen, die twee mensen, die schoonmakers die vermoord zijn, wat doe je eraan? Dan zeg ik, ik vind het afschuwelijk en ik wil echt de geestelijke gezondheidszorg goed organiseren, dat we dat op tijd in beeld hebben en dat we een goede risicotaxatie maken. Maar we hebben de afgelopen 15 jaar een dubbel aantal mensen gedwongen, opgevangen in de geestelijke gezondheidszorg ten opzichte van begin van deze eeuw. Dus in 15 jaar is dat aantal verdubbeld, gedwongen opsluitingen. Dus er wordt heel veel gedaan. En dan zeg ik ook tegen zo'n zaal, wij moeten niet de illusie hebben dat wij het moorden kunnen voorkomen. U mag van mij wel vragen om er alles uit de kast te halen om dat te voorkomen. Het drankgebruik onder jongeren is redelijk hoog. Ja. Even een gewetensvraag, want je bent een Calvinist. Je gaat naar de supermarkt en er is de bekende aanbieding, één fles. Twee halen, één betalen. Ja, ja, precies. Wat doe je dan? Wat ik daar macro mee ga doen, is dat onmogelijk maken. Ik ga dat in de wet verbieden, twee halen en betalen. Ja, maar en dat doe ik ook voor mezelf. Nee, maar jij ja, in die haal ik natuurlijk, Jan. Ja, zie je wel. En sterker nog, ik haal misschien wel drie van die aanbiedingen. Practice what you preach. Ik heb het ook tegen mezelf. En ik moet ook zelf daarnaar handelen. Dus sinds ik de strijd voer om bewuster om te gaan met alcoholgebruik, tap ik zelf ook minder. Ja. In Nederland hebben we het zo georganiseerd dat een halve liter bier vaak goedkoper is dan een halve liter Cola Light of een halve liter Spa Rood. En als we dat doen, dan moeten we niet verbaasd zijn met z'n allen als er overmatig gebruik gaat ontstaan. Ja. Dat op het gebied van alcohol, dan roken, vervent tegenstander. Ik moet complimenteren, daar heb je veel mee bereikt in Nederland in een paar jaar tijd. Ja, en ik niet alleen, hè, want ik heb daar heel veel medestanders in. Ik denk dat we echt in een goede flow zitten, in een hele beweging waarin de cultuur echt wordt, ja, roken, joh, dat hoort er niet meer bij. Nee. Maar we komen uit een tijd, de jaren 50, rookte 90% van de Nederlandse mannen. We zitten nu in een beweging om dat massaal terug te dringen. Dat doe ik via wetgeving. Sigaretten worden duurder, daar moet een wet voor worden gemaakt. Op minder plekken mag je roken. Scholen maken zelf de schoolpleinen rookvrij. Maar als ze dat niet zelf doen, dan dwing ik dat volgend jaar bij wet af. Dus er wordt wetgeving in gang gezet. Waar je bij supermarkten nu nog alle sigaretten ziet, dan moeten ze volgend jaar en het jaar daarna, komt er een display voor, een ban voor. Een gordijntje of een deurtje, dat je die sigaretten en sigaren niet meer ziet. Dus alle roken moet zoveel mogelijk uit zicht. En dat doen we omdat we met elkaar ervan overtuigd zijn dat we de verkeerde kant op gaan. Nog jaarlijks sterven er 20.000 mensen ten gevolge van roken. En elke dag beginnen de 75 jongeren, dus kinderen onder de 18, met roken. Elke dag. Zo. Vaak zoveel? Op het schoolplein. Ja, elke dag 75 jongeren. Er liggen al die peukjes. Ja, die peukjes, er zit een heel verhaal achter. Hè? Wel, sprak de minister van Malawi, die zei, joh, mijn halve land is het bos weggekapt voor de tabaksindustrie. Er worden mensen uitgebuit voor dit werk. En die peuken, elke peuk levert 8 tot 10 liter watervervuiling in de bodem op. Nou, om juist gaan tellen, er liggen miljarden peuken. Even zoveel liters keer 10 worden er vervuild in de wereld. Dus het is enorm slecht voor het milieu ook nog. Ja. Voldoende reden om ermee te stoppen, maar het is wel een verslaving. En daar willen we ze graag van afhelpen. Om die reden gaan we ook vanaf 1 januari volgend jaar het stoppen met roken onder de zorgverzekeringswet brengen, zodat dat in het pakket zit. Gratis stoppen. Het wordt zelfs niet van je eigen risico afgetrokken. Dus nou, als dat geen mooie kerstboodschap is. Over 10 dagen vieren we kerst. 2000 jaar geleden brak de hemel open, kwam de engel aan. Ja. Een hele simpele herders vertellen van u is heden geboren, de heiland. Fantastisch. Ja, hè? Ja. Nou, want dat vind ik het mooie van het christelijk geloof. Onze God komt naar ons toe. Er zijn zoveel religies op deze wereld. En bij alle religies moet jij opklimmen naar God. En je best doen, en je best doen, en je best doen. En het verdienen. En onze God is een genade God. Die komt naar je toe als een mens. Een volmaakt mens. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? Het geloof van Jezus redt ons. Dat is een hele ontspannen gedachte. Hoe ga je kerst vieren? Ik vind kerstvieren moeilijk nu Julia er niet is. Vorig jaar was de eerste kerst zonder Julia. En Ida, mijn vrouw en ik zeiden op 27 december, zo, de kerst is voorbij, gelukkig. En daarvoor was het altijd een groot feest, uitbundig, vieren in de kerk, kinderen, we hebben 4 meiden. Ja. Altijd meedoen met de musicals en toneelstukken en in de kerk vieren en zingen. En lekker eten. Ja, dit jaar hebben we ook zoiets van, zullen we gewoon een weekendje naar Terschelling of zo, weet ik het. Het is, en
Ik vind ook dat de wereld er wel een beetje overspannen mee omgaat. Van die twee dagen van het grote feest. Misschien moeten we ook wel zeggen van... laten we elke dag vieren dat Jezus naar de aarde is gekomen. Amen, zeg je dan. Mooi. Ja. Het heigend hert? Het heigend hert de jacht ontkomen. Ja. Schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Trouwens, dit is een van de favorieten van mijn vrouw Ida. Die vindt het zo mooi als een kerk dat uit vol overtuiging zingt. Nou, kijk, dit is de nieuwe poster van Hour of Power. Mooi, hè? Schitterend, heel mooi. Ik hoop dat dat ook... geven we namens ons aan Ida. Oh, wat lief. Die wordt met grote blijdschap ontvangen. Ja. Op 5 januari in de uitzending zingt het koor, het Engelse koor van Hour of Power, dat lied in het Nederlands. Ja, zeg. Ja, we waren er net. En als verrassing voor een hele grote groep zongen ze tijgend het de jacht te komen in het Nederlands. Ontzettend benieuwd hoe dat klinkt. Iedere dag geliefd. Dat heb je heel duidelijk laten merken, dat je geliefd wordt door God, ondanks. Dit is een boek met... 365 overdenkingen. Gaaf, okay. Dankjewel. Ontzettend leuk met je gesproken te hebben, dankjewel. Het genoegen was helemaal aan mijn kant, dankjewel. Oké. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Wat is toch mooi, de tijd van kerst. En het is natuurlijk ook fijn als je je postbus open doet en er zitten een paar kerstkaarten in. En ik blijf dat toch altijd verrassend vinden dat er zoveel kerstkaarten gestuurd worden. Nou, misschien heeft u van Hour of Power deze week ook een cadeautje in de bus ontvangen. En dat is deze kerstklok. En daar staat ons thema op, geliefd jij ook. En dat verbinden we aan de vraag of u wilt nadenken, of jij wilt nadenken om donateur te worden van Hour of Power. We hebben net de staatssecretaris gehoord over betrokken zijn bij je naasten. Je inzetten met de liefde die God voor mensen heeft. Nou, dat willen we ook in het komende jaar bij Hour of Power. En we zenden 2 keer uit op RTL, 's middags op Family 7, gisteravond in Suriname. En die boodschap, je bent geliefd. Je mag er zijn. Je bent waardevol. Juist met de kerst is dat voor heel veel mensen de vraag. En daarom vinden wij het belangrijk om die boodschap week in, week uit, al 20 jaar te mogen doorgeven. Dus mijn vraag, onze vraag aan u is, word donateur. Dat zou een heel mooi kerstcadeau zijn voor Hour of Power, maar nog meer voor al die mensen die kijken. Dank u wel. Yeah.
Man, our music is so great here. I know I'm always bragging about it, but I just love it. And especially during the high holidays, when you get around Christmas and Easter, it's terrific. Thank you guys for all the effort and work. There's so much work and effort that goes into planning a worship service with all these people and all this planning. It's great. And of course, we do it for the Lord, right? And we're thankful. So thank you, guys. Friends, will you hold your hands out like this as a sign of receiving? We're going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Well, we're in the season of Advent. Advent is actually, strictly speaking, not the Christmas season. It's waiting for the Christmas season. But Advent is more of the hopeful time, hoping for Christmas, hoping for Christ, the coming of the Lord. And it was my feeling that during this time, it would be good for us as a congregation to align our own hopes and dreams with the Advent hopes of Israel. Many of us have had dreams or things we've wanted to do, or maybe we've been sitting on our hopes and dreams for a while but haven't acted on them. Maybe you're here today and you need a big change in your life. Maybe you've got some bad news and you're scared about your health. Maybe you have a child or grandchild that you want to be saved and become a Christian. Maybe there's a financial change you need in your life, or maybe you're caught up in a horrible lawsuit with an old business partner or something like that. And it's during this time in Advent that I think one of the calls of the Christian church is not only to hope for Christ, but build hope in general. To align the fact that what God said he would do by bringing his son into the world, he did. And to remember that when God says something, he does it. That when God makes a promise, he's faithful. And so it's during this time I want us to be encouraged and to build up our hope and to recapture some new dreams or hope for some new things in our lives. And that is an appropriate and good thing to do during Advent. The thing I want to talk about today specifically is that if you do have a hope in your heart, if you do have a big dream, that big dreams come under attack. The better the dream, the more it will come under attack. And that's okay. Think of any time anybody, any great dreamer did something great, whether it's secular or Christian. Think about how the incredible amount of attack, vitriol, lies, digging, all the horrible things that happened to them to get from A to Z. That might happen for you as well if you want to accomplish something great in your life. You can think in the secular world of guys like Walt Disney, and we think, oh, Disneyland is great now, but you look at some of the newspaper articles and the things that people said about him, he came under a lot of harsh criticism. And the thing I want to talk about today, that the better your dream is, the greater your dream is, the greater the attack on that dream will be, and to brace yourself for it. Now, this makes sense. Advent, by the way, is a Latin word from Adventus. It means the arrival. And of course, we're talking about the arrival of Jesus Christ, Israel's Messiah. But it has the same root, Adventus, as Adventurus, which is the Latin word for adventure. They're kind of the same word. Adventure or Adventurus means it's about to happen, and Adventus means it's happened or it's arrived. And what I want to tell you today is whatever your Advent is, aside from, of course, Christ arriving, whatever your hope is, your dream is, the arrival of the thing is, that between you and that thing lies Adventurus, that is, lies an adventure, lies a struggle, a long journey. It is good for us to recognize that the dreams we have don't fall in our laps. That's why winning the lottery is a bad dream. And it actually turns into a nightmare statistically for a majority of people who win it. But building a business and making money in that way over a struggle for years is a good dream.
and one that is typically good for a person's character as long as they stay within a, you know, moral paradigm. All that to merely say that the struggle that lies between you and your dream is also part of the gift that you get by getting to the other side. Maybe you're caught up in a hardship right now or a difficulty. You think you can't survive. You think you're dealing with 100%. And I want you to know that you will get through this and you'll be fine and you'll be grateful when you get to the other side of what the struggle did in a positive way to your character. So I think that within every Advent, within every hope, with every Advent, there's an adventure. And I think that's a very hopeful thing because I think most of us crave a little bit of adventure in our lives. There is no Advent without adventure. I mean, you look at the Christmas story in general, and it was an adventure that led up to it. I mean, you talk about a pregnant teenager, Mary, looking for a place to have a baby in Bethlehem, and what an adventure that must have been. Isn't it funny how, like, when you've had, like, if you come home from a long day of work and your husband or wife or roommate or friend says to you, how was your day? You say, well, it was an adventure. You know what that means? It was hard or weird or a bunch of stuff unexpected happened. Well, that's what I mean when I say adventure. We also look at the Magi. What a strange story the Magi is. That God called a group of Magi is the root word for magic, magician. So they were wizards or something like that from the Far East, maybe somewhere in former Babylon or Persia. We really don't know. It could be India. All we know, and then there's like all this theory and literature about were they Zoroastrian or were they descendants of like the Jews that were under Daniel during the exile of Babylon? Like, who were they? And then the uncomfortable truth that they were engaging in astrology and stargazing and fortune-telling to figure that the Lord would be born in Israel and that they even had this idea of did they have an idea of a Messiah? It's just weird. And that they traveled thousands of miles and thousands of dangerous miles. I mean, you've got thieves and robbers and weather and all this stuff to merely worship him for a moment. To merely just lay some gifts before this child truly shows us that within the Christmas story and within the kingdom of God itself is one adventure after another. And it's the adventure itself that refines us and shapes us and molds us. So don't be afraid of the risk, the hardship, the difficulty, the fight that lie between you and your hopes and dreams. And furthermore, don't try and predict what's going to happen, because let me tell you, you'll be wrong. That's exactly what makes an adventure, is it's unpredictable, it's odd, it's weird, and you can rejoice that it's all of that that lies between you and achieving your dreams. Now, for some of you, that's very good news. For some of us, we feel like it's bad news, but for all of us, it actually is good news. There's always, always, always going to be many unknown struggles, suffering, difficulties, and that can include people lying about you, maligning you, suing you, harming you, between you and your dream. But is that so bad? Is it? I'm not sure it is. I wonder if much of the anxiety and depression that is chronic today, especially among young people, has to do with the fact of how safe they are and how comfortable they are. We blame it on things like technology. I'm not sure that's it as much as it is that there's not this facing of fears, this chasing down of dreams, this getting out of the house and doing things. That the diminishment of that might have a greater part, and this is just me, it's just conjecture, right? But that the lack of struggle might have more to do with it than playing video games, for example. You are a hero, called to do something extraordinary. And you can't be both extraordinary and always comfortable. And I think that this is what the scriptures just talk about constantly, this power of how in our suffering, in our struggle, in our difficulty, like a crucible purifies gold, something about the fire purifies the soul.
Not that we should pursue pain and suffering itself, but in the pursuit of the kingdom of God, not be afraid of pain, suffering, difficulty, even death. To know that what God said when we left on this adventure remains true when we get into the darkest valley. That he will never leave us, that he will never forsake us, and that he will get us to the other side. And God will get you through. So trust him during this time. And don't be afraid, because all of this will be good for you. That's not a message we hear much anymore in the world, is it? That all of this kind of thing is good for you. We hear more safety, more comfort, more protectionism, and I'm concerned about that. If I have time, I'll talk a little bit about that. But in the scripture that Hannah read today, in Isaiah chapter 11, there's this prophecy that out of the stump of Jesse, so you get this picture of a stump, like a giant, amazing tree, and you look at it sadly, because it's like, oh man, there used to be this gorgeous tree here, and now there's a stump. Maybe you've seen something like that in the woods or something like that. I wonder what this tree would have been like or what sort of tree it is. And then it says that out of this stump will grow this green shoot. And so it sounds like a little thing at first. But then Isaiah begins to say that this thing is going to grow into like a new, and he doesn't say it specifically, but you can't help but picture a new gigantic tree because of the fruit it's going to bear. And he just talks about all this fruit that it's going to bear and all the good that it's going to do in the world and what it's going to mean for God's creation and God's people. And that there's just going to be an enormous amount of fruit born from this thing that everybody thought was dead. Jesse, by the way, is King David's family. That's David's father. And the prophecy is that through David's lineage or something special about this family, that when God anointed King David, it was permanent. Cannot be cut down to a stump. Cannot become unfruitful. Isn't that good news? It's a good word. So the good word is that if you've been cut down, I want you to know that God can do something great out of the stump in your life. Believe that. And of course, the great shoot that came forth from the stump of Jesse was Jesus Christ, who ushered in this new life that we're experiencing. And thank you, Lord, for that. So the first thing that we have to embrace when we think about the adventure that God has called us to, not for pain itself, but of course to endure the goal that's set before us, is number one, to recognize that good dreams come under attack. Especially if that dream is from the Lord, it will come under attack. There is evil in this world. And when good is being done, evil will attack it in any shrewd way it can. Aside from that, people just hate dreamers anyway. A lot of people do. Remember when Joseph had a dream in his heart and his brothers decided that they were going to sell him for money. The only reason they sold him, they wanted to kill him, actually. The only reason they sold him is they realized they could make some money and be just as easy. Just before they did that, they looked at him and what did they say? There goes that dreamer, with contempt in their heart. You know, it's good if you want to be a dreamer to spend more time with other dreamers. They won't say that about you. There is a certain type of person that we love and we care about, but we spend time with them, and they're the type of person to say, there goes that dreamer. You might want to think twice about being such good friends with such negative people. But no matter what, you're going to have people in your life, if you have a dream in your heart, that's going to see the worst in you, not the best. You know, what's good about that is you can use that. The good thing about having enemies is they're the most honest people in your life. You know, you tell your friend about your dream, and they're like, oh, you're going to do it. That's great. And they're back there, they're like, I don't think that's a very good idea. But if your enemy finds out about your dream, they're going to be brutally honest. We all think that's a bad thing, don't we? What if that's a good thing? What if one of the reasons we need enemies in our life is just so we have some people that'll shoot straight with us?
What if our enemies can, in their desire to destroy us, actually help us? That's an anti-fragile way of viewing enemies, by the way. That maybe having a couple of enemies in my life is something I need in order to see my blind spots. Maybe that will help you love your enemies, as Jesus told us, in an easier way, huh? All right. Those who have ears to hear, let them hear. I think also the reason I talk about this adventure thing is if you truly are serious about doing something extraordinary, you have to have courage. 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 Courage is, the word courage comes from this French word cœur, which means to live from the heart. That even when you can't think anymore, even when your body is exhausted, there's this will within to press against everything that's trying to stop you, to continue to take one step towards the thing you're afraid of, in the direction of the barking dog, as it were. That to be courageous is key to fulfilling the hopes and dreams that God has put in your heart. And one of the things that can help you be courageous is to recognize that we need the struggle. Just as a body needs exercise, so does the soul need a struggle. And not that we should go looking for a struggle, but we should look for a dream and then not have contempt when malevolence or difficulty or challenge tries to stand between us and where we're supposed to be. To even appreciate the struggle, huh? What if in trying to protect our children from struggle, we're harming them? I'm growing very concerned about comparing, especially when I compare my childhood of wandering around the wild side and exploring and all of this stuff to the way some of our kids are being so carefully handled with white gloves. I think the younger a child is, the more they need that. But we ought to realize that as a child gets older and in fact becomes an adolescent and a teenager, that some of those gloves need to come off. And that we need to, in adolescence, become mentors to children in their struggle and suffering rather than try and protect them from the suffering altogether. Man, I remember bullies are a great example of this. Bullying is horrible. And first of all, I want to say thank you to all of you who work hard to keep our schools free from bullying. But the flip side of that coin is, and I think all of you who are in that fight know this, that there will always be bullies in school and outside of school, right? On the playground or in neighborhoods. There's no way to protecting kids 100% from bullies. And I remember as a kid, the bullying that I faced a lot. I don't know why, but I thought I was interesting. I mean, I was pretty, you know, I don't know. But I got bullied a lot and in a way, I'm thankful for those experiences. What I loved was the opportunity of the men in my life and the women in my life who drew those experiences out and walked with me and taught me to defend myself and stand up for myself and to be strong and to have a barreled chest and to keep my chin up and to face the things I'm afraid of. And to recognize that in life that there's always a struggle. So although I hope bullying goes away completely, I hope that we also remember that there is a value in coming alongside children, teaching them to stand their ground, to face their fears. And the older a child becomes, the more we should coach and mentor and the less we should control. Hear me. If you want to make a child fragile, protect them as they get older. If you want to make them anti-fragile, mentor them. There's a big difference. And you see this now, the result of the generation going into college today, that there's just this fragility. I think so much of the political
stuff that we're experiencing today is just from a total cultural fragility, just an inability to hear any opposing view politically or religiously. It's within the church as well. We should be pairing people up with opposites to sit down and have a cup of coffee and just talk and hang out. All this to merely say that there is a danger to the soul, and especially for Christians, when we live in a bubble, when we live in an echo chamber, when we remove all pain from our life, all suffering, all goals, where we are comfortable, out of the rain, well-fed, safe, predictable, orderly. You are the anointed of the Lord. It's irresponsible to not use that to do some good in the world, even though it may give you a couple bumps and bruises. If you're facing bullies today, even as an adult in your workplace, or if you're facing trial or sickness or illness or fear or lawsuit, keep your chin up, keep your chest out, stay strong. Out of the stump of your life, you may think you're cut down. I want to tell you that God is going to build something so great out of your life, so abundant and fruitful, if you merely stand your ground and face the thing you're afraid of. So, all that to say, I'm proud of you. And so is the Lord. And if you hear anything, this is from Him. So proud of you. The Lord sees the struggle that you've gone through. He sees what you've been through. He's never left you. He's never forsaken you. And He'll always be with you. And so will this church. You are loved. And God will get you where you need to go. Don't be afraid of the harm. Don't be afraid of what might happen. When you get to the other side, you'll look back and be glad that you went through it. Amen. Lord, we thank You and we love You, and we pray in Jesus' name that You would teach us the anti-fragile power of our souls, that we would learn, Lord, that too much comfort and too much fear will ruin us. Lord, I pray for more adventure in the lives of everyone in this room, and with that, the great reward that comes from embarking on something cool and something new. So, Lord, we love You so much, and we thank You for this moment, and it's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I want to share His love, share His love, share His love. Share His love, share His love, share His love. I want to share His love, share His love, share His love. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Jozef en Maria, wat waren ze? 16, 17 jaar toen ze naar Bethlehem gingen. Eén groot avontuur voor die jonge mensen. En zo is ons leven ook, vertelde Bobby Schuller. En volgende week vertelt hij over het feit dat dromen vaak tijd kosten. Mijn gast volgende week is Frederik de Groot. Hij is acteur en hij ging in zijn jonge jaren naar India om bij een guru te kijken wat is nou waarheid, waar gaat het nou om in het leven. Een paar jaar geleden op een begrafenis ontdekte hij de waarheid. En daarover vertelt hij volgende week in Hour of Power. En dan nog even, schrijf het even in je agenda of op je laptop, dat we met Eerste Kerstdag een fantastisch mooie uitzending hebben. Een heel uur lang kerstliederen vanuit Shepherd's Grove. En dan tenslotte, Bobby Schuller hoopt volgend jaar met zijn vrouw Hannah naar Nederland te komen van 14 tot en met 19 september. En natuurlijk gaan we nog verder informeren, maar houd dat vast in je achterhoofd. En ja, we zijn nog een paar dagen, 10 dagen van kerst verwijderd. En ik denk toch ook aan al die mensen die daar als een berg tegenop zien. Alleengaand, ziekte. We hebben ook van de staatssecretaris gehoord wat er ineens in je leven kan gebeuren. En dan zeg ik, waar het in deze hele uitzending over ging. Je bent geliefd door God. Hou je daaraan vast.
Ik hoop tot volgende week. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.